Fijn dat u meekijkt. Toch wel een memorabele wedstrijd nu al. Mag je dat zo noemen. Omdat hij in het teken staat van het afscheid van Willem Jansen. Willem Jansen wordt op 4 juli 36. En dan is hij inmiddels technisch manager bij VVV. Club waar hij ooit speelde. Maar vanaf 2013 dus de man van FC Utrecht. Kinderen van Willem Jansen. 4. Niet alleen met voetballen bezig geweest dus. De Bunningside eert Willem Jansen op deze prachtige wijze. Prachtig groot spandoek. En een mooie ode aan Tommy en Bart. Tommy Santiago, Bart Ramselaar. Zij zijn gesteund. Het shirt is ook speciaal voor deze wedstrijd. Captain bedankt staat er dus op en in de rugnummers de naam van Willem Jansen. AZ dan in het uittenu. Windal, Sugawara, Hatsidiakos, Martins Indy en Wijndal. Reinders in plaats van de geschorste Klaasie. Karlsson, Pavlidis en Evjen krijgt voor de vierde keer een basisplaats. Evjen die het goed deed in de wedstrijd tegen Ajax. Kans voor Gustafsson. En de redding is van Windal naar buiten gestompt. De veilige kant op. Eerst een goede moment. Oostlegel hoeft niet. De bal wordt voor hem weggekopt. Reinders. Daar is Pavlidis. Maar er is ook het verdedigende werk van Ter Averst. Bal bij Hatsidiakos. Bal wordt nog van richting veranderd. Pavlidis van dichtbij en dan is het raak. AZ in de 12e minuut op voorsprong. De man die hem aangeeft is Karlsson. Het is een verdwaald schot van Hatsidiakos. En dan komt de bal daar bij de achterlijn terecht. En slaat AZ onverbiddelijk toe. De eerste minuten voor FC Utrecht. Maar de treffer is voor AZ. Dat doe je toch iemand niet aan op zijn feestje. Karlsson weer. Wijndal aan de buitenkant. Kan hij naar binnen? Dat doet hij wel vaker. En verrast daar bijna Oelslegel. Variant. Weer bij Karlsson. En dan aangeraakt door Pavlidis. Is weer binnen. Weer Pavlidis. Weer op aangeven van Karlsson. Het is een variant in de hoekschop. Kort genomen. En hij zit er nog wel aan. Maar eigenlijk niet. Want ja, het is een prachtig begin. Pascal Jansen toch altijd ingetogen. Zelfs met een te ontdekken glimlach op het gezicht. AZ na 15 minuten op 2-0 in Utrecht. Dit is een kans. En een goede ook. Ja, dan moet het op dat moment goed vallen. Van de streek heeft Wijndal daar goed onder het gras geduwd. Maar vindt dan net niet het doel. Utrecht krijgt ontegenzeggelijk wat meer greep. Maar behalve van de streek nog geen echte grote kansen hier van overheen. En dan één vuistje van Windal en de rebound van Timber. Dit wordt hem, jazeker. Van der Streek brengt Utrecht terug in de wedstrijd. Zat er al een tijdje aan te komen. AZ vindt het wel best. Heeft de bal en tikt hem dan rustig rond. Alsof de wedstrijd al in de pocket is. Maar dat is dus niet zo, want Van der Streek slaat toe. Goeie treffer van de kust. Doevikas van overheen. En dan in de verre hoek geplaatst. Keurig gedaan. Utrecht tikt dat keurig uit elkaar. En is het weer een wedstrijd.
En is het daar van die eerste tik ook een beetje wakker geworden? Dat is de vraag. Dit ziet er in ieder geval weer wilskrachtiger uit dan een hele tijd het geval is geweest. Pavlidis met een schot recht op Slegelaf. Werkoverleg daar op de bank bij Utrecht. Er is natuurlijk qua wissels wel het een en ander mogelijk. Met Moussa Silla bijvoorbeeld. Mahi. Bij dan Pavlidis, daarachter kwam De Wit. En hier komt Karlsson. Dat was toch weer een aardige mogelijkheid. Waarschuwing van de omroepen van dienst via de monden van scheidsrechter Kamphuis. Dat er gestopt moet worden met spullen het veld opgooien. Want ze worden gestaakt. Timber. En van dichtbij bijna de gelijkmaker van Ter Avest. Na ruim een uur spelen zet Utrecht nog maar weer eens een keer extra aan. Op zoek naar in ieder geval een punt. Hij voorkomt dat in deze situatie. Goeie paas van de kust. De loopactie van Ter Avest. Binnendoor bij Evian. Die kan er dan eigenlijk niks meer aan doen. En dan Ter Avest recht op Wiendal af. Ja, Van der Hoorn wint dat duel. Utrecht wint steeds meer de duels van AZ. Dat zichzelf steeds meer en steeds verder de problemen inrommelt. Op zoek naar de gelijkmaker. De verdiende gelijkmaker. Maar ze hebben hem nog niet. Loopactie van der Hoorn. Hoekschop van Maher. Jansen. Kwam er niet aan. Reinders. En AZ heeft in Utrecht een hardnekkig teruggekrochende tegenstander. Die na een kwartier gevloerd leek. Maar al een hele tijd op zoek is naar de gelijkmaker. Karlsson slordig. AZ is de bal veel te vaak, veel te snel, steeds kwijt. En dit is een vrije trap in het voordeel van Utrecht. Waarbij Wietri zegt... Neem ik aan. Ach, meneer de scheidsrechter. Volgens mij deed ik niks. Het levert Utrecht dus weer een keer een mogelijkheid op. Om uit een standaard situatie, of uit een vrije trap in dit geval, dan gevaarlijk te worden. Ja. Op deze manier is het allemaal wel te doen. Gustafsson al wegglijden. Toch een prima paas op Almqvist. En die glijdt ook weg. Ja, het is een beetje glad, maar hij kan wel schieten. Hij schiet dan tegen Hatzidiakos aan. Kamphuis. Gaat dat weer om zaken die op het veld gegooid worden. En dan nog een keer een mededeling. Zal de wedstrijd gestaakt worden. Laten we dat in ieder geval Willem Jansen niet aandoen in zijn laatste wedstrijd, mensen. Denk na. Gustafsson nu. Doelman komt. En heeft hem niet. En heeft hem toch. Ja. De kroket was heet. Triest, treurig, makend, vroegtijdige aftocht van AZ en van Utrecht. Omdat er spullen het veld op gegooid worden. Er is twee keer gewaarschuwd. Er zit weer wat leven in. We komen terug het veld op. En hebben supporters er dus ongewild aan bijgedragen dat... Die laatste competitiewedstrijd in eigen huis voor Willem Jansen. Dat het dan toch bepaald geen smetteloos vertoning wordt. En van dichtbij. Veerman. Het is geen buitenspel. Veerman met het rechterbeen. En hij weet hem over te werken. De gelegenheid voor Utrecht hier om op gelijke hoogte te komen. Smart is in die bal aan het lopen.
En denkt kust veilig, maar dat is Veerman. En die tikt hem over. Willem Jansen baalt met een achterstand van het veld af. Maar de omhelzing van Kamphuis. De band aan Van der Streek. Applaus. Voor vele jaren trouwe dienst. Applaus voor Willem Jansen. En dan doet de stand er op dit moment even niet toe. Want is het applaus voor Willem Jansen groots. En meer dan terecht. En ja, wedstrijd verloren. Maar het goede gemoed nog niet. En de kans is er nog. En daar is hij wel binnen. Ja, hij is wel binnen. Hij is wel binnen. Doefikas is de man die dat doet. Jansen eruit. Dat was natuurlijk de oplossing. Willem Jansen moest gewisseld worden. En dan pas kun je scoren. Zelden gezien dat een publiekswissel zo goed uitpakt. En Jansen wordt bedolven. Nou, als wie dan ook hier nog aan deze treffer durft te komen. Welk luchtje er ook aan zit. Ik zou het maar nalaten. Willem Jansen, hij is nog geen seconde van het veld af. Die bal gaat via Doefikas alsnog over de lijn. En dan heeft Utrecht toch dat verdiende punt binnen. Maar er is in ieder geval wel een kleine glimlach mogelijk. Want Utrecht verliest die historische wedstrijd vanwege de laatste van Jansen. In ieder geval niet.